sluiting kleine scholen is bedreiging voor leefbaarheid Groninger dorpen. Lycurgus uitgeschakeld in het bekertoernooi. Sportclub Veendam wint thuis van Almere City. Aardschokken maken Groningers creatief. Het is direct een bedreiging voor de leefbaarheid. Het is naar voor de mensen die in het dorp wonen. Het is hard aangekomen bij de Vereniging Groningen Dorpen. Het advies van de onderwijsraad om alle 150 scholen in Groningen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Ja, dat aantal is natuurlijk schrikbarend. 150 en dan ook de norm van 100 leerlingen. De school hoort toch echt bij de kernvoorzieningen van een dorp, zeker als die er al jaren is. De leefbaarheid moet op peil worden gehouden. De leefbaarheid waar, zo zegt de fractie van het CDA in Provinciale Staten, allerlei projecten voor in het leven worden geroepen die miljoenen euro's kosten. En aan de andere kant zouden we vanwege kostenoverwegingen de kleine scholen gaan sluiten. Nou, dat kan niet waar wezen, zou je eigenlijk zeggen. De oplossing die eeuwig blijft bestaan, die zie ik natuurlijk ook niet. Maar ik vind wel dat er heel creatief met de oplossingen, met de mogelijkheden ook omgegaan moet worden. En dat er samengewerkt moet worden. En dat verschillende locaties door dezelfde teams of dezelfde scholen kunnen worden bezocht. En misschien is een school niet één gebouw, maar is een school een samenstel van voorzieningen en mensen en leerlingen en docenten enzovoort. We zien dus maatregelen komen, continu vanuit dit kabinet en vanuit de Randstad, die desastreuze gevolgen heeft voor de plattelandsgemeente en dus ook voor de provincie Groningen. Nou, en dan zien we dus echt continu schaalvergroting. We zien het bij herindelingen, we zien het bij scholen, we zien het bij ziekenhuizen. Nou, de menselijke maat die verdwijnt. En we zien dat de mensen daar zich grote zorgen over maken en dat grote gevolgen gaat hebben. Het CDA wijst bovendien op het feit dat de laatste jaren het percentage zwakke scholen in Groningen is afgenomen. Er zijn allerlei maatregelen getroffen zonder dat je de ondergrens naar 100 moet optrekken. Nou, dan moet je gewoon doorgaan op de weg die we nu ingeslagen zijn. En dan moet je niet met ondergrenzen gaan komen. Dus gedeputeerden moeten aan de slag richting Den Haag, krachtig stelling nemen tegen deze ondergrens. Om zo de leefbaarheid te borgen voor de mensen in Groningen. Nogmaals, het is een bedreiging voor de toekomst van Menigdorp. Teleurstelling en ook boosheid bij de volleyballers van Lycurgus na afloop van de halve finale van het bekertoernooi. De ploeg van coach Ronald Sootsma verloor vanmiddag in Zwolle kansloos met 3-0 van Orion en speelt morgen dus geen finale, tot grote ergernis van Sootsma. En op het moment dat je een keer slecht speelt, dat kan. Maar dan ga je werkelijk onder de lijnen door om die boel van de grond af te halen. Maar als je en slecht speelt en dat niet doet en als een kip zonder kop en een beetje laveloos in het veld staat, ja, dan vind ik het werkelijk waar onbegrijpelijk wat je dat doet in het veld. Het loopt totaal niet bij de Groningers. Het kanon Felicissimo staat bijvoorbeeld niet op scherp. Zijn spel is zoals altijd hard, maar vandaag erg onzuiver. Dat niet alleen, ook spelverdeler Frank Lubberts had niet zijn dag tegen Orion. En dit soort opslagen komen wel meer voor bij Lycurgus. Eigenlijk lukt het bij niemand echt aan de kant van de Groningers. Mart van Werkhoven slaat vol in het net en hij krijgt dat te horen van Felicissimo. Coach Ronald Sootsma ziet het wel, wisselt ook, maar kan verder alleen maar toekijken. En hij wisselt vervolgens spelers net zo hard weer terug. Het maakt niet uit, want Orion is ook wel erg sterk, individueel en als team. Lycurgus stelt er weinig tegenover en Orion speelt met veel kracht en passie. De eerste twee sets gaan overtuigend naar de regerend landskampioen met 25-19 en 25-20. Het is Joel Miller hier die hard raak slaat. Sootsma probeert zijn team nog te motiveren, maar er straalt eigenlijk ook geen echte finale spanning vanaf. Ook de derde set wordt gewonnen door Orion met 26-24. Lycurgus krijgt dus een harde les te verwerken zo vlak voor de halve finale van de play-offs om het landskampioenschap. Denk je dat deze mentaliteit voor de play-offs bij te schaven is? Nou ja, of het bij te schaven is, het zal moeten. Want als je volgende week tegen Tilburg de eerste wedstrijd zo speelt, dan ga je er weer op. We hebben de meest belangrijke wedstrijden dit seizoen verloren. En steeds hebben we het dan over dezelfde dingen in de kleedkamer. En ja, nu moet het echt veranderen, omdat ja, we hebben nu echt geen andere keuze meer. Het was één kansenfestival, hè? Klopt, het was één kansenfestival, ja. Er gebeurde veel aan de lange leegte bij Sportclub Veendam Almere City vrijdagavond. Vooral de bezoekers krijgen in de eerste helft veel mogelijkheden. En ook Veendam krijgt kansen. Hier is Sidney Smelts. En die legt dan af.
op Lars Hutte. Maar de topscorer van Veendam heeft het vizier niet op scherp. Aan de andere kant nog een missen van Almere City. En wordt een schot van Kessel bijna door Seintje in eigen doel gewerkt. Maar gelukkig staat doelman Timmermans goed op te letten. In de tweede helft wordt er beter omgegaan met de kansen na een lange bal van Luis Pedro. Geeft Hutte een prachtige paas op Boy Deul. En die kent geen genade voor zijn tegenstander. 1-0 voor de thuisploeg en de wedstrijd is los. Want twee minuten later gebeurt dit. Van Kessel in twee instanties. En zo staat het weer gelijk. Maar niet heel lang, want Boy Deul op schitterende wijze 2-1. In blessuretijd krijgt invaller Robbie Holder de bal zomaar in de voeten. Hij viel niet geweldig in, maar maakt toch de 3-1. Dus is er na afloop opluchting en zelfreflectie. Nee, ik handelde wat te sloom. En ja, daardoor krijg je dus een overtreding en noem maar op. Maar ja, dat ik mocht scoren vond ik wel goed. Boy Deul was de grote man met twee doelpunten. Toch werd Mitja Pauw verkozen tot man of the match. Ik heb hem zeker gefeliciteerd. Die jongen heeft heel goed gespeeld. En ja, ik ben gewoon blij dat we 3 punten hebben. Ik heb 2 keer gescoord. En ja, geeft mij ook heel goed gevoel. En ik ben ook heel blij voor Mitja Pauw. En in Veendam waren ze ook zeker blij voor Boy Deul vanwege deze 2 juweeltjes. Het was alweer de 36e keer dat de Gias-Hunze-race vandaag van start ging. Zo'n 1000 roeiers uit het hele land verzamelden zich vanochtend vroeg in Groningen voor een van de eerste roeiwedstrijden van het seizoen. Ruim 2,5 kilometer dwars door de stad. Er doen 17 verschillende verenigingen mee, waarvan uit mijn hoofd 12 studentenverenigingen. En die komen uit Delft, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Enschede, Eindhoven, ja, uit het hele land. Maar niet iedereen wist vanochtend in de mist op tijd de start tegenover de woonschepen haven te halen. Rug nummer 31. Komt u richting de voorstart? Alexander en zijn team bijvoorbeeld. Maar al te graag hadden ze vandaag aan de wedstrijd meegedaan. Dat was wel de bedoeling, ja. Maar mochten die meedoen omdat ze te laat waren. En waar komen jullie vandaan? Uit Delft. Balen dus. Maar gelukkig was het merendeel van de ploegen wel op tijd om zo hard mogelijk over het water te gaan onder de Berlagebrug, de Oosterhavenbrug, de Trompbrug, de Oosterbrug, de Herenbrug, de Werkmanbrug en de Emmabrug. En de organiserende roeiverenigingen Gias en de Hunze, die waren al lang blij dat de wedstrijd vandaag van start kon gaan. Want dat was een paar dagen geleden nog alles behalve zeker. Nee, deze week werd het ook nog even spannend met de temperaturen. Nou heeft tot woensdag donderdag nog ijs gelegen, maar gelukkig was het gisteren. Nou, 6, 7 graden nu ook. Dus. Morgen staan de sprintwedstrijden op het programma. Die worden hier in het Verbindingskanaal bij het Groningen Museum gehouden. Wie ben het zat? Dit wordt een ramp. Voor ik de taalkomst van ons jongens en ons dichter. De aardbevingen in onze provincie roepen behalve een hoop ellende ook een flinke dosis creativiteit op. Dirigent en componist Sim Noordhof uit Hogezand maakte een protestlied. Ik ben helemaal pikend wat de veur op dat hoesje houdt. We denken gewoon een scheur in de muren om het door ook aan te geven. Dit is de werkelijk aan de hand. En dat is ook voor wie in geluid dat we ons stem willen laten tot en met Den Haag. En daar gaat het uiteindelijk over. Beeldend kunstenaar Harry Beuler in Delfzijl maakte een schilderij waarmee hij de NAM op de korrel neemt. Het is een groot bedrijf. Zij hebben de macht. En mensen ondervinden schade in hun huis. Waar ze jaren voor gewerkt hebben. En ze denken dat ze dat met geld zo even goed kunnen maken. En dan is het nog maar afwachten of je dat überhaupt krijgt. Ik woon zelf natuurlijk ook in de provincie Groningen. Dus dat doet mij ook wel wat. Heeft u zelf aardbevingen gevoeld? Een hele poos geleden heb ik een keer wat gevoeld. Maar verder hebben we hier nog vrij weinig last van. Maar dat kan natuurlijk in de toekomst wel veranderen. Midden in het aardbevingsgebied, Uithuizermeeden. De plaatselijke supermarkt speelt ook in op de recente bevingen. Daar zijn de schuddebuikjes in de aanbieding. De broer van de eigenaar die stuurde een sms'je zo van: jullie hebben nu vast de schuddebuikjes in de aanbieding. En toen dachten mijn baas en ik van, hé, daar kunnen we misschien best eens wat mee doen. En vandaar
deze aanbieding. De klanten kunnen de actie wel waarderen en het product is nog nooit zo goed verkocht. We hebben in één dag al 40 verkocht en we hebben bijbesteld. En nou, het is echt hartstikke leuk en mensen zien er de humor van in. Rob van Vondel in de stad is ook creatief bezig geweest. Hij heeft Popco, het beeldmerk van Adrillen, gebruikt. Ik wil aandacht genereren voor, of eigenlijk tegen, de gaswinning. En ik hoop dat het een beetje lukt. Wat denkt u? Tot nu toe wordt het goed opgepakt. Hij is op de Facebook en de Twitter van Popco geplaatst. En ja, veel gedeeld. Het is Tine op de school van Richter. Wie ben het zat? Vanavond en vannacht is er kans op mist. De temperatuur zakt tot net onder het vriespunt. Daardoor kunnen de wegen glad worden. Morgen is het rustig, maar nevelig weer. Er staat een zwakke oostenwind. De maximumtemperatuur is 4 of 5 graden. Dat geldt ook voor de maandag. Daarna wordt het weer wat kouder, met dinsdag kans op een sneeuwbuitje, maar de zon laat zich ook zien.